Afhankelijk van de uitvoering is de Renault Talisman uitgerust met een adaptieve snelheidsregeling die kan worden geactiveerd via de knop op de middenconsole. Er gaat een groen waarschuwingslampje branden en het bericht snelheidsregeling verschijnt op het instrumentenpaneel om aan te duiden dat de functie werkt. Via de adaptieve snelheidsregeling kan een gekozen snelheid worden aangehouden, terwijl een veilige afstand ten opzichte van de voorligger in dezelfde rijstrook wordt behouden. Via de adaptieve snelheidsregeling kan de auto worden geremd tot een derde van het remvermogen. Afhankelijk van de situatie moet de bestuurder soms wel harder remmen. U kunt de rijsnelheid aanpassen via de bedieningsknoppen op het stuurwiel.